organiseren? Nou ja, we organiseren de laatste 3 weekenden van oktober Halloween dagen. Dat is eigenlijk ontstaan dat mensen gewoon, Halloween is steeds meer in opkomst. Het komt uit Amerika en ook in Nederland wordt het steeds populairder. En mensen die willen er graag ook daarmee aan de slag. Dus vandaar dat we die dagen organiseren dat mensen hier op locatie pompoenen kunnen uitsnijden. Dus kunnen ze eerst uitzoeken en daarna mogen ze mee aan de slag om uit te snijden en te versieren. De entree is gratis, ja. De kosten zijn alleen dat de mensen de pompoen kopen. En daar mogen ze dan zelf mee aan de slag. Je kunt dus voordelig een dagje weg bij pompoentelerij Poelen. Niet alleen kun je hier de mooiste pompoenen uitkiezen, maar je kunt er nog veel meer doen. Nou, het is eigenlijk alleen het pompoen uithollen. Dus voor Halloween een pompoen gezichtje maken in de pompoen en daarna een lampje erin doen. Ja, we hebben hier een grote pan soep maar staan meestal. En dan kunnen mensen gewoon lekker een kopje soep eten onder het genot van het uitzicht en even genieten. Onder het genot van heerlijk warme pompoensoep snij je een pompoen uit en kan je die mooi versieren. Daarnaast geniet je van het mooie uitzicht van Groesbeek. Kortom, een dagje genieten. Een beetje aan het weer. Het wordt natuurlijk wel een stuk frisser komend weekend en de komende weken. Maar desondanks hebben we toch altijd genoeg belangstelling en verwachten toch wel een paar 100 mensen. We zijn ooit heel klein begonnen met 2 tafeltjes en nu kunnen we een man of 30, 40 kwijt. Zeg maar. Mensen kiezen een pompoen uit, grote of een kleine, maakt niet uit. We hebben verschillende maten, verschillende prijsklasses. Dan snijden wij met een groot mes zelf het kapje eraf, naar wens. En dan kunnen de kinderen veilig met lepels en geen scherpe voorwerpen zelf de pompoen gaan bewerken en versieren. Dat is 15, 22 en 29 oktober van dit jaar. Onze winkel waar we de pompoenen verkopen, particulier, die is gewoon 7 dagen per week geopend. En dan kunnen mensen altijd terecht voor Halloween pompoenen.